Op de linkerpagina staan twee foto's waarop een grote hal met publiek is te zien. Op de voorste rij, helemaal rechts, zit Henk Raaf. Hij is een van de organisatoren van deze bijeenkomst. Ja, je ziet hier twee foto's van Ed van der Elske die hij maakte bij de anti demonstratie. Een van de eerste hele grote antikernwapendemonstraties in Europa. Dat was dus heel veel publiciteit. En uh, Ed van der Elske had de gewoonte om overal waar wat gebeurde wel aanwezig te zijn. Uh, de fotosessie is gemaakt aan het eind van een uh, optocht... die geloof ik bij het Museumplein begon en op de Raai eindigde. En uh, waarna in de Raai dus een bijeenkomst werd gehouden met sprekers. Nou ja, je ziet ze, Hugo Klaus en... Uh, Ah, Den Dolaart en min of meer als illustratie bij die twee foto's van Den Dolaart en van Klaus, wat wel historische foto's zijn, hebben Ed van der Elsken en Anton Beke, de maker van het boek, gekozen om twee een soort bewijsfoto's te zetten van dat er ook nog publiek was. Daar zit ik uh, op die foto, op twee foto's. En uh, naast mij zit uh, Nicolaas Kroeze, dat was de uitbater, destijds een beroemde man. Die de hele stad uh, met gouden antennes wilde overdekken tegen het uh, stralingsgevaar. Die ook een klein beetje kierenwiet was. En als je nog een paar stoelen verder gaat, zie je Guus Boissevin, uh, de vader van Daniel Boissevin, van de acteur. Ook uh, actief destijds, zoals iedereen die een beetje links was, actief was.